Grand Prix. Merkelijk vier teams in de punten. 1 Benetton, 1 Williams, 2 maal Ferrari en 2 maal McLaren. En de constructeurs titel kampioenschap die ik net ook al had uitgerekend. 10-6-6-4. En daar blijft het voorlopig even bij. Na de Grand Prix van Argentinië weten we weer meer natuurlijk. Klein feestje tijdens de Grand Prix van Argentinië, want Gerard Berger gaat zijn 165ste Grand Prix rijden. En dat is best een prestatie. En gezien de aspiraties van de Oostenrijker kan hij wel eens aardig in de buurt van de records komen en richting de 200 gaan. Mits hij natuurlijk nog een paar jaar doorrijdt. Het wachten is op de huldigingen natuurlijk. U maakt dat allemaal live mee op Eurosport. Hier Pedro Denis, kan er geen genoeg van krijgen. Is natuurlijk blij met zijn resultaat. En wie weet zien we hem over een paar jaar wel terug heel hoog in de klassementen. Ook dat hoort erbij, ook dat is al autosport. Het wachten is op de huldiging van Michael Schumacher. En daarna blijven we natuurlijk live erbij voor de interviews van de persconferentie. In ieder geval hebben de topteams blijk gegeven van kwalitatief goede wagens te hebben die het lang kunnen heel houden. Van twee Ferraris aan de finish, twee maal McLaren aan de finish. Dat is in ieder geval het bewijs dat de zaken goed voor elkaar zijn dit jaar. Applaus inmiddels en dat betekent dat de overwinnaar daar is. Daar is Schumacher rechts staan met de helm van Schumacher, Flavio Briatore. De eigenaar van inmiddels 2 A3 Formule 1 teams, zo werkt dat. David Coulthard en Gerard Berger zijn er ook bij. Berger rechts in het rode Ferrari-pak. Het Watmans-pak aan de linkerkant voor David Coulthard. En ja, spierpijn jongens, dat is een ding dat zeker is. Het Duitse volkslied voor Michael Schumacher. En even eerbiedig natuurlijk voor de volksliederen, het Engelse volkslied, daarna voor het land van de inschrijver die gewonnen heeft. En dat is nog steeds Benetton Renault. Overigens is Flavio Briatore wel bezig om de inschrijving naar Italië te verlengen. Omdat hij natuurlijk graag het officiële Italiaanse volkslied wil horen als echt Italiaan. De beker overhandigd door Dr. Paolo Malouf, de burgemeester van São Paulo. Die krijgt, geeft de beker dus aan Michael Schumacher. Dan David Coulthard krijgt de beker in handen van Reginaldo Bufical, de president van de Braziliaanse Automobielsportfederatie. En dan is het weer de beurt aan de man in het rode truitje, Gerard Berger, populair in Brazilië. Zeker na alle toestanden rond Ayrton Senna vorig jaar. En Dr. Paulo Malouf, de burgemeester van São Paulo, geeft hem de derde beker. Keurig net de informatie die wij netjes krijgen vanuit Brazilië. En dan zien we rechts eigenlijk nauwelijks in beeld. De man met het zwarte shirtje aan geeft aan de winnende constructeur, oftewel aan Flavio Briatore, geheel gemist overigens door de Braziliaanse regie, de beker. En dat is dan Sir Peter Hurt, de Britse ambassadeur in Brazilië. En dan is het tijd voor het bekende champagnebad. Ja, de mannen staan behoorlijk ver weg van de champagne. Schumacher natuurlijk blij, niet zo uitbundig als anders. Hij heeft de zaak natuurlijk goed onder controle weten te houden. Spuit zijn baas even, onderwijl even nat. En de ontladen spanningen van beide mannen. Ja, champagne in je ogen, dat is echt niet prettig hoor. Het duurt een tijdje voordat dat weer eruit is. Rijders zijn tevreden, de eerste Grand Prix Formule 1 zit erop wat dat betreft.
De wedstrijd die heel spannend begon. En die, daar moeten we natuurlijk eerlijk in zijn, halverwege de wedstrijd toch iets minder spannend werd. We gaan zo direct nog heel even pauzeren voor de bekende en broodnodige commercials. Komen daarna nog één keer bij u terug, live vanuit Brazilië, vanaf Interlagos voor de persconferentie van de eerste drie. En dan zit het erop deze eerste Grand Prix weekend 1995. Terwijl we nog even de volledige uitslag in beeld zien. De 10 finishers met de snelste ronde ook door Michael Schumacher 1.20.921. Dat is slechts 1,5 seconde langzamer dan vorig jaar, terwijl dat toch heel andere wagens waren. En de uitvallers hier in beeld. Hoewel dit nog niet gekwalificeerd zijn naar aanleiding van diverse zaken tijdens de wedstrijd. Niet gekwalificeerd. Morbidelli helaas uitgevallen. En dan de mannen die het niet geclasseerd worden vanwege hun raceafstand. Onder andere Jos Verstappen dus. 55 ronden achterstand. Jammer voor Jos. Hij begon de wedstrijd heel erg goed. Lag al op een 17e plaats. Maar kennelijk toch een technisch probleem. We hopen daar natuurlijk later meer over te horen. Goed, ik zei het wel. We gaan zo direct verder met de persconferentie. We gaan er nu nog even tussenuit voor de commercials. Mooie beelden vanaf Interlagos. Graag tot zo voor de persconferentie. Did he go off on the circuit? He spun off. Out of two and two. Which one was it? Did he? I thought I was... In the early 1950s, a young Czech army captain developed a training method that would change running forever. Stamina was everything. But he wasn't just a committed athlete. When his country was invaded, he made a personal stand. Řekl to je? To je olympijský vítěz. This dedication to ideals, combined with his training method, won him 3 Olympic gold medals in 1 week. A record which even today remains unbroken. My name is Emir Zátopek. Michael Schumacher in beeld tijdens de persconferentie. Hij heeft net het volledige team bedankt, omdat er heel veel problemen waren geweest in de aanloop van deze Grand Prix. Hij verklaarde net tevreden te zijn eigenlijk met een 2e of 3e plaats, maar inmiddels in eerste is het mooiste cadeau wat je een team kunt geven. Aldus Schumacher. It's really bad, I have to say. I mean, I feel like I need a new spine and a new neck. It's just so bumpy that when the tire's getting older, it gets worse and worse, and you're not seeing sometimes the circuit anymore. It's really, really bumpy, and it gets as well to the stage where it gets dangerous. So I think for next year, we all have to look forward for develop the circuit. Schumacher dus duidelijk een aanval op het circuit. Hij zegt dat er van de baan zo hobbelig is dat het bijna niet meer mogelijk is om de baan te zien aan het einde van de wedstrijd vanwege de vermoeidheid. Er moet dus wat aan gedaan worden voor volgend jaar. David Coulthard, de babyface uit Schotland. Yeah, because you know, I thought it was going to be a very hard race for me physically because I wasn't able to train
before coming here. In fact, this last Sunday, I thought I wouldn't be able to race. So, you know, niet voor niks een lijkwit gezicht bij David Coulthard. Hij heeft een behoorlijke keelontsteking achter de rug. Hij heeft weinig kunnen trainen en daarom is hij natuurlijk extra blij met zijn tweede positie. At the start of the season, for me and for everyone in the team, it's fantastic. How did you manage to cope with the surface here today? Well, I think it was very difficult for everyone. You really are being shaken around so much in the car that your feet are coming off the pedals. So it made it very difficult to be consistent. And I thought many times I was going to go off during the race, but here I am, so I'm quite happy. Do you think you can get the measure of Michael in Argentina in 2 weeks' time? Well, obviously, Michael was a few seconds down the road from me and had a different pit stop strategy. But I'm reasonably happy with my performance here, all things considered, and with my experience considered as well. So I don't know if Argentina will be ready, but certainly late in the season. Gerhard, die geen voorspellingen wil doen ten opzichte van het seizoen. En hij ziet in Argentinië Michael Schumacher wel weer terug. Basically, I test just a day in Rica and a half day in Estoril on dry conditions. So it was physically hard and I had also some problems on the steering wheel. So I lost my skin in the hand and was hurting a lot, so it takes a bit concentration. But the circuit is very difficult because it's so bumpy. As they say, it takes away the feet from the pedals and it's very difficult to brake late and to be consistent. Berger klaagt over de hobbels op de baan. Het hobbelt zo erg zelfs dat de voeten van de pedalen afkomen. Moeilijke situatie dus voor de rijders. A little bit frustrating because Michael is still a lap in front and to catch up a lap is a lot. But still, the Ferrari did quite a good job. The new car is good and I think we have to get the engine a bit better and then maybe we can be in some races competitive. Berger die graag nog een iets sterkere Ferrari V12 wil hebben. For sure, I just hope that the circuit will be not as bumpy as here, because I think in particular we struggle with a circuit and situation like that. I hope that if we have a more smooth circuit, that our car will perform better and more consistent, and it's going to be not as difficult as it has been in the beginning of the race, because it was very difficult to follow Damon. Don't know what happened to him, but obviously he fell off. So hopefully in Argentina it will be not as difficult for us as well. Through the qualifying procedure, it took us quite a long time before we were more or less competitive, but I'm looking forward. Schumacher die natuurlijk uitziet naar de volgende Grand Prix van Argentinië, dat is duidelijk. De drie matadoren inmiddels Michael, we need a few dus in klaar met de interviews. En dat betekent dat we hier nog even het beeld zien van de overwinnaar van de Grand Prix van Brazilië in 1995. Gelijk als in 1994. Dit moet het zijn wat betreft de Grand Prix verslag van Brazilië van dit weekend. We wijzen u natuurlijk op het volgende Grand Prix weekend. En dat is het weekend van 7, 8 en 9 april. De Grand Prix van Argentinië. En wat dat allemaal moet gaan worden in Argentinië, ja, dat kunt u natuurlijk live meemaken op Eurosport. Vrijdags de training, de tijdtraining live. Zaterdags de tijdtraining live. Zondags, middags in dit geval de warming-up en de Grand Prix. Dit moet het zijn. Dit was Rob Petersen voor Eurosport Televisie. Graag tot de volgende keer en een prettige avond nog.